Ik was even aan het kijken achter, gewoon uit nieuwsgierigheid. Klikken ben met de muis op verschillende doelen, het is echt waanzinnig. Welkom lieve mensen bij deze gloednieuwe Planet Coaster video. En leuk om te weten, dit is de allereerste gameplay video die ik weer ga maken sinds dat ik terug ben van vakantie. Ik heb Planet Coaster zo onwijs gemist. En ik was eigenlijk gelijk al aan het kijken via de Steam Workshop naar verschillende projecten. En ik zag deze erbij staan. Ik had zoiets van, ik heb nu zin om gelijk op te nemen. Dit is namelijk Tesla Square. Het is een interactieve shooter. Hoe awesome. Tesla's Time Tale Adventure gemaakt door Jurre. Nou, dat is awesome, want ik wist dat er via die Ghostbusters DLC dat er een shooter kwam. Dat we ook in first person konden schieten op verschillende doelen en natuurlijk ook spookjes. Maar nu is er eindelijk even een attractie gemaakt met ook eigen muziek en ook allemaal foto's die ik heb ingeladen. Dus het komt allemaal dik in orde. Althans, dat hoop ik. Ik ben ook weer heel blij om terug te zijn. Het voelt alsof ik weken ben weg geweest, maar... Ja, in principe was het maar 1,5 tot 2 weken. Maar ik heb dit spel wel ontzettend gemist. En dan beginnen met zo'n fantastisch project is gewoon echt hemels. Nou, we gaan eens even kijken. Want hier zien we allemaal teaming. Ik zie natuurlijk kratjes en hele prachtige mooie ronde tonnetjes. Want die heb ik ook gemist. Ik heb alles gemist. We hebben hier ook een restaurantje. Dat loopt een beetje dood. Ik weet niet of het echt een restaurantje in is gemaakt. Oh, facility type. Het is gewoon een blok. En ja, daar heeft hij dus een restaurantje van gemaakt. Nou, leuk. Kunnen mensen lekkere ribjes eten. Sperribjes, zag ik al. Hier zien we de achterkant. Ik weet niet of we daarheen kunnen lopen. Oh, dit is backstage. Zo super vet gedaan. Hier ook een vrachtwagen die aan het lossen is natuurlijk. Met allemaal... afval. Ik zie allemaal vuilniszakjes liggen en dozen. Nou, eigenlijk mag ik hier niet echt komen, maar het is wel leuk dat je helemaal backstage van het... Oh, hallo meneer. Gezellig. Leuk dat u er bent. Ik was even aan het kijken achter. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Niks geks. Die meneer gaat natuurlijk even kijken of ik geen kattenkwaad uit heb gehaald. Prima. Leuk dat hij ook daar naartoe loopt. Dit is de exit. Dus dit is een winkeltje waar je uitkomt als je de attractie hebt gedaan. Natuurlijk leuk voor de souveniertjes. En hier zien we dan de ingang. De Tesla's Time Travel Adventure. We zien hier ook een bord met erop natuurlijk, attentie, alle gasten. Dit is belangrijke informatie die je moet lezen. Nou, je moet de instructies volgen. En je ziet al, je mag geen rugklachten hebben. Je mag niet zwanger zijn. Hoge bloeddruk is ook niet helemaal handig. Je mag niet eten en drinken. Nou ja, ook of je hart goed is natuurlijk. Allemaal dingen die je wel moet volgen. Oh, we kunnen ook met een rolstoel naar binnen. Dat is netjes gedaan. Via de uitgang kan je naar binnen voor rolstoelgebruikers. Ik weet niet of we hier nog dingen kunnen zien. Ik zie hier allemaal automaatjes. En dit is... Is dit serieus? Oh, een vendingmachine. Gulpy. Hij heeft er een laagje overheen gedaan. Ik dacht van, heeft hij nou serieus dit allemaal één voor één stuk voor stuk geplaatst? Maar dat is dus niet zo. En dan hebben we ook nog sweets. Kan je lekker snoepjes halen. Heel mooi hoe die omhulsel heeft gemaakt. Hier hebben we dan nog een wc'tje, ook prachtig in elkaar gezet, echt heel mooi. En hier hebben wij dan een gedeelte van de wachtrij, ook helemaal gethematiseerd. En zelfs in de wachtrij ook nog dat je wat drinken kan halen, erg realistisch. Nou, laten we beginnen, ook een kraantje met een emmertje. Gaan we hier naar de ingang en dag mevrouw. Ze zegt van ja, helaas is de attractie gesloten, maar wij krijgen gewoon een sneak peek. Fastpass entrance. We hebben geen fastpass. Dus we kunnen daar ook niet heen. Helaas meneer, ik moet u teleurstellen. Ik moet toch via de oorspronkelijke ingang. Hey, gezellig, allemaal koppies. Het zijn prachtige schilderijen. Ik weet niet wat ik moet voorstellen, maar dat kleine meisje is volgens mij met een soort vishengel aan de haak daar. Plantjes, verschillende boekjes en een man met een hele grote dikke snor. Kijk eens even, wat een grote bromsnor. Jongens en meiden, dit is echt de grootste snor die ik ooit heb gezien. Oh, ik weet zeker, hij heeft nooit koud die man. Hij heeft altijd gewoon een goede snor, zo'n dikke vette snor. Nooit een koude bovenlip, dat sowieso. Nou, dan komen we hier buiten, natuurlijk bij het automaatje. En dan komen we in kassen. We zien daar ook nog een mannetje liggen waar... Hij zat toch ergens hier zo? Oh, daar tegen het karretje aan. En ook nog een heel tof spoor wat erachter loopt. Hier komen we in een kas vol met bloemen. Dit ziet er ook echt heel mooi uit. Heel veel decoratie. En heel erg op elkaar gebouwd, maar wel in een positieve manier. Hier heeft hij ook glasplaten gemaakt. En daarachter dan allemaal van die klimopplantjes. Heel mooi. Dan gaan we hier met de trap omhoog. We zien allemaal rook uit die buizen komen. En de wachtrij is echt heel mooi aangekleed. We zien hier ook een motor staan, verschillende boekjes, eigenlijk een soort archief, daar lijkt het op. En hier komen we dan in een woonkamer terecht. Hartstikke, ja, volgens mij van een soort architect of misschien wel van een
Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een ontdekkingsreiziger. Zo noem je dat. Dan lopen we door, staan nog van die wanted poster. Oh, nou, als we die man tegenkomen, we doen hem gelijk de groetjes en zeggen dat hij gezocht wordt. Ik ga hem in ieder geval niet inleveren. Hé, wat leuk. We zien iemand van de Ghostbusters. Maar of het nou echt, ja, een Ghostbusters attractie is, dat betwijfel ik. Dan gaan we verder. En hier zien wij het station en daar staan de karretjes klaar. Ik vind het sowieso erg origineel en gaaf dat je zo over, of eigenlijk, ja, je gaat over het station heen, helemaal langs ook het station. Dat vind ik wel erg uniek. En dan hier kunnen we gaan instappen. Wauw, ik vind het echt waanzinnig. Echt waanzinnig. Nu al gewoon geweldig. En we hebben nog niet eens de attractie gedaan. De Timetail Adventure, laat hem gaan testen en erin zitten. Heel veel ritplezier natuurlijk in deze attractie. We gaan beginnen. Over 16 seconden gaan we zelf lekker knallen. De Shooting Ride. In 3, 2, 1 en ga met die banaan. En moet ik ook bewegen met WASD? Nee, dat niet. Nou, daar gaan we dan. Oh jee, ik zie al van die doelen. Ja, ik kan erop klikken. En serieus, als je op de doelen klikt, dan beweegt er ook iets. Je krijgt ook een plus eentje. Dit is echt waanzinnig. En als je zeg maar op test klikt, dan doet hij het niet. Dan gaat hij niet werken op deze manier. Je moet echt kijken bij... Ik zal het dadelijk wel even laten zien aan jullie. Gaan deze doelen ook nog werken? Ja, kijk, het rad gaat bewegen. Er komt nog vuur uit. Geweldig, joh. Wauw. Dit is echt heel mooi gedaan. Oh, wel alle doelen raken. Kom op, kom op. Oh, kom op. Yes. Dat zijn ze allemaal. We hebben nog wel wat ammunitie. Maar ik moet wel uitkijken, want voor mij kan je ammunitie ook wel opraken. Dus laten we ook heel zorgvuldig gaan klikken met de muis. Waar zijn nog meer doelen? Daar zijn ze. Daar komen ze. Hoppakee. Klik maar op de auto. Hé, hey, een combo had ik. Een 5-keer combo. Dat is mooi met dat raam. Een aapje. Combo broken. Oh, wacht eens even. Ik moet goed richten. En wanneer ik dan richt, kan ik een combo krijgen. Maar dan moet je wel in één keer goed raken natuurlijk. Zo. Plus 7 alweer. We komen hier aan bij een verwarmde kamer. Daar lijkt het een beetje op. Kunnen we al klikken op dat doel? Ja. Zo. En mijn combo is voor mij nog steeds aanwezig. Een plus 10. Dat is heel mooi, want die score loopt dan, ja, hoog op natuurlijk. En ik heb het eigenlijk al een beetje verprutst, want ik heb al te veel misgeklikt aan het begin. Een pijl- en boogschutter. Zo. Plus 13 alweer. Dan gaat hij draaien, want daar is nog een doel. Plus 15 maximale combo. Kunnen we echt 15 max doen of gaat het nog verder? Nou, daar komen we snel genoeg achter. Oh, nee, 15 is het max. Ja, ik vind het echt heel erg tof. Hoe die gewoon, zeg maar, prachtige decoratie heeft gemaakt. En dat je ook gewoon lekker aan het klikken bent met de muis op verschillende doelen. Het is echt waanzinnig. Zo, de ridders zijn lekker bezig. Alles beweegt. Ah, oh, mijn combo is kapot gegaan. 17-12. Ik heb wel een score van 368. We gaan verder door de deur heen. We komen in een buitengebied. Ja, die man gaat aanvallen. Oh, dat glas breekt. Gaat de deur open? Nee, dat niet. En een groot piratenschip. Jeetje, jongens. Dit is sowieso geen Ghostbusters attractie. Oh, kom op. Ik heb geen ammo meer. Ik ben gewoon klaar nu. Ik kan gewoon niks meer doen. Oh, dat is zonde. Dat is echt heel erg zonde. Kan ik niet op spatie klikken of een toets klikken? Nee, helaas. Nou, dan moeten we maar gewoon lekker genieten van de attractie. En ik kan helaas niet meer schieten. We gaan naar 1884. Oh, wacht eens even. Volgens mij is dit gewoon een grote tijdreis die we maken. Dat moet wel. En een stoomlocomotiefje. We zitten in het Wilde Westen. Weer met allemaal doelen. En waarschijnlijk gaan die schorpioenen dan bewegen natuurlijk. We zien daar wat koffertjes. En natuurlijk ook allemaal cowboys. De gunsmith. Kan je wapens ophalen als je wil. Echt zonde hè, dat ik niet meer kan schieten. Nou ja, het is niet anders hè. Vaak heb je, als je die interactieve shooters doet in attractieparken, dan kan je gewoon oneindig schieten. En door je heel de rit hoor je pieuw, pieuw, pieuw. Gewoon de hele attractie. Ik ben wel blij dat bijvoorbeeld een Fata Morgana geen interactieve shooter is. Ik vind dat zo... Ja, dan ik vind als je een interactieve shooter hebt, dan verprutst dat soms een beetje de attractie. Niet altijd. Kijk, bij deze attractie is het gewoon ontzettend gaaf om te doen. En vooral nu dat we ook een winkeltje of een cafeetje binnenin gaan... Dat is mooi. Dan zien we ook een mannetje. Die zit daar natuurlijk. Ja, die gaat nog geen piano spelen. Maar waarschijnlijk als je nu gaat klikken. We staan ook gewoon stil. Ja, ik kan nu niks doen helaas. Het enige wat we nu nog kunnen doen. Is gewoon genieten van de attractie. 1925.
Ik denk daarom dat je... Ja, die shooter is leuk, maar... Ik denk dat je niet op alle doelen moet gaan schieten. Of juist wel, dat er echt maar 55 doelen in de attractie zijn. Dat zou nog kunnen. Hier komen we in een kelder. Met allemaal schilden. Oh, mijn score. Kijk nou. Dat is mooi. Dan zien we kopjes erop en dan de score erbij. Dat is origineel gedaan. Het is gewoon een scorekamertje eigenlijk. En daar nog een bord. Kijk eens even. Klappen in zijn handen. En dan zie je dan hoeveel punten we hebben gehaald. Een rookie scientist. We hebben 373 punten gehaald. Dat zit tussen de 0 en de 500. Waanzinnig. Wat een fantastische dark ride. Het was echt geniaal. De details zijn echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Oh, ik zie nu onder mijn facecam. Ik had ook infinite ammo had ik kunnen neerzetten. Nou, heel gaaf dat deze hele attractie in dit gebouw is geplaatst. Het is best wel een geweldig aangekleed gebouw. Ook aan de bovenkant en vooral die koepel. Ik vind het echt zoveel motivatie als ik een dark ride ga maken. Moet je het eigenlijk op deze manier ook gewoon aanpakken. Maar hier zit zoveel tijd in. Ja, ik zie hieronder dat hij nog maar op jaar 1 zit. Maar ik weet zeker of hij heeft het helemaal gepauzeerd. Ja, heel veel mensen, net zoals ik, vinden het soms heel fijn om lekker te bouwen als hij op pauze staat. Ja, dit was echt waanzinnig. Ik vond het zo'n waanzinnige attractie. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Laat wel een duimpje achter. Volgende keer zijn we terug met natuurlijk weer een nieuwe attractie. Een nieuw project in Planet Coaster. Doei doeg!